Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, we zijn weer op maandag aanbeland. Op de 22e oktober en het is 10:30. Ik wens jullie als eerste een hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Weesterboel. Ja, alleen nog ik baal. Ja, zo heeft mijn computer geluid. Gisteravond, had ik geen geluid meer. Mijn mengpaneel slaat niet uit. Ik snap er niks van wat ik doen moet, hoe ik het doen moet. Ga eens even naar de kant, dan rij ik weer op die staart. Maar in ieder geval, ik snap het niet. Ik ga het zo meteen wel proberen. Maar ja, als het niet lukt, ik kan geen muziek luisteren, niks meer. En ik baal daarvan. Ik heb mijn eigen video's niet beluisteren, hoe dat klinkt. Ik heb onderhavenklapper problemen met dat gebeuren. Ja, dus wat er aan de hand is, Joost mag het weten. Ik hoop dat ik daar hulp voor kan krijgen. Misschien van mijn zoon Harret van Beek. Ja, wie weet. Maar oké, ik ga een hapje eten en een bakje koffie doen. Mijn begeleider komt weer. En die heeft er geen verstand van. Nee, ik hoef het hem niet te vragen, want ik heb het al een keer gedaan. Ik heb daar geen verstand van. Nee. En daar baal ik ook van, want dan had hij kunnen helpen. Maar dat gaat dus in principe niet. Hè. Ik heb de kachel nog niet aan. Het is 20 graden. Ik denk, ik hou het lekker nog bij vast. Wie weet, doet de zon vandaag zijn best. Maar het is ook bewolkt. Het waait hard. Het is geen prettig weer. Ik ben al even buiten geweest, maar ik vind het koud. Ja, ja. Dan reed je dat het ook herfst voor is. Hè? Maar oké, ik heb een broodje klaar, ik heb een koffie klaar. Dus ik ga daar lekker versmullen. En ik zeg tot straks maar weer. En ja, Astrid die komt ook, hè. Dus jullie weten het. Ik zeg het tot later. Nou, hoe dom kan je zijn? Ik had het net over het geluid. Nou, niet dom hoor, want ik heb het gisteren ook al gedaan en toen deed hij niks. Maar, ga je met de muis naar dat spiekertje daartoe. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Daarom, het spiekertje, dan krijg je het kaartje. Ik hoop dat jullie dat kunnen bekijken, ik zie het zelf niet. Nou, hier al. Even mijn eigen vinger volgen. Daar, dat kaartje. Daarom stond hij verkeerd. En ik denk dat het gisteren is gekomen dat Astrid ook even bij mijn pc bezig was. Dat die daar per ongeluk is aangewezen. Ja. Dus Mara doet het weer. Dat kan ik misschien wel laten horen. Doe ik er even eentje van Karin aan. En dan ga ik naar de box toe, waar het uitkomt. Moet hij het wel gaan doen? Zo hoor je wat en zo hoor je niks. Nee, dat is toch weer weg. Nou ja, dat bedoel ik. Zo doet hij het en zo doet hij het niet. Als ik hem harder zet? Nee. Ah, dat is weer bij zijn mengpaneel. Hij is heel vreemd bezig. Nou, dan gaan we fixen. Komt goed. Als hij het weer helemaal doet, zijn jullie weer de eerste. Tot straks. Ik heb mijn schoentjes aan. En met geluid. Precies. Ja, en toen had ik dus mijn schoenen. Dat is leuk. Ja, zoals jullie weten, het is even donker. Heb ik dus meerdere heupgordels, riemen. Ik ga nu even het broekje aandoen. Ja, en ik doe deze ook even om. Daar moet ze ook mee leren. Ja! Dus ja, dat is dan Karin, hè? Ja, momenteel heet dus, ik zal jullie de namen zeggen, eventjes weer minimaliseren. Het is nou de knal mis
Miss, Mrs. en Mr. in Love. Ja. Dus dat is nu haar, hun kanaal, moet ik nou zeggen. Dus ja, hartstikke leuk. Ga ook naar haar toe en abonneer je op haar. Althans, hun, moet ik zeggen. En ik heb nog een zoon, Harald van Beek. Abonneer je ook bij hem. En wie weet, leer wat van haar. Simpel zat. Ja, en abonneer je ook gewoon bij mij. Op Corina met IE en de Beestenboel. En ja, we leren altijd van elkaar. Dus kom er gezellig bij. En ja, doe mee. Leuk! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, mijn begeleider is alweer Fuji. Het is nu 11:46. Ik ga er heel even vandoor. Ik neem jullie even niet mee. Ik ga even naar Big Bazaar. Ik ga dan nog even wat leuke dingen halen. En ja, ik ben weer op tijd thuis. Want ook Astrid die kan straks weer komen. Dus ja, het loopt tegen 12. Dus ik heb haast. Dus ik ga er even snel vandoor. Gelijk eventjes money halen. En dan zien we het. Ja, en anders ben ik daar eventjes. €50, even extra. Dan hoef ik ook niet ergens anders naartoe te pinnen. Maar komt goed, ik zie jullie straks. Doei! Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, ja. Astrid, die kwam alweer een stukje tegemoet dat ik bij Big Bazaar vandaan kwam. Dus die was veel te vroeg eigenlijk al aan de deur. En ze denkt, ja, die kan nooit ver weg wezen, ze weet dat ik kom. Ja, ik was even naar Big Bazaar. Dus Astrid is nou net weer weg. De kopje staat er nog. Maar we hebben wel weer het raam in de keuken geüpdate. Dat ik zal het jullie laten zien. Dus daar komt ie. Ja. Ik heb een spookje hangen. En daar bovenin een pompoen, daar zit een lampje in. Daar hangt ook een pompoen met een lampje in. Twee spinnen, daar hangt er eentje in. En ik heb er hier op de plant ook één, die zal ik even pakken. Dan zal ik hem nu laten zien tegen de kachel aan. Ja, leuk. Nou, en jullie kunnen denk ik wel lezen wat daarop staat. Het bloedcafé, die kant op. Dus ja, gezellig. En Frodo, ik kan dan een ding zijn. Bang van de ding. Ja. Hoe doen ze dat? Echt. Nou, Astrid die had hem in de plant gezet. Dus er maar weer in. Dus ja, is helemaal leuk toch? Ja. Geweldig. Dat, maar ja, ik vind het wel grappig. En, nou ja, die watten, die troep, dat gaat gewoon weer weg. En andere jaar maar niks voor dat er gaat ervoor, want ik vind het troep. Dan haal ik wel wat spinnetjes en dingetjes en datjes en nog een spookje erbij. Ja, waarom niet? En nog wat pompoenen of zo, weet ik veel. Maar dat zien we wel. Maar in ieder geval... Dat is weer geslaagd en nu ga ik een bakje koffie maken. Ik ben met een plaatje bezig. Dus ja, dan ga ik daar zo weer even mee verder en dan naar Facebook toe. Ja, dat moet weer even gedaan worden. Dus ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, het zal weer eens niet zo wezen, hè? Ja, de ene is lui en de ander die weet haar mondje niet te houden. Hé? Oh ja, meisje. Is het zo? Een gepotte dikkie dan, hè? Oh, ga jij zoveel weer te vertellen? En wat ben je lekker warm? Ja. Ik heb de kachel weer aangedaan, lieve mensen. Want, oh, ik kreeg het toch koud? Hele dag warm geweest in huis door de zon. En in ene krijg je het koud. Ja.
Hé, meisje, ja nou. Ja, dat denk ik. Ja, het wordt ook donker, hè? Ja, het wordt alweer donkertjes. En toch is het nog niet donker, nee. Het is nog lekker licht, mooi weer geworden. Af en toe wel wat bewolking, maar toch merendeels een blauwe lucht. Ja. Dus het is nog knap licht wat dat er gaat, of niet dan? Ja. Knap lichtjes. Dus ja, en ik eet vanavond bloemkool. Is wel lekker. Nog even een stukje proeven. Dat ik heb nog wat lekkers erbij. Pak ik ook al zo vast. Even omdraaien. Gelderse schijf. Ja, gezien. Mooi. Dat doe ik er lekker bij. Dus ja, dat komt allemaal goed. En ja, ik kijk ook gelijk even naar buiten, want er gebeurt hier het een en ander met een oudere man, met een hond en twee kinderen. Enkel die man, die mag ik niet zo erg, want die trekt die hond zo ontzettend. Ja, die hond die trekt ook, maar hij doet het niet goed. Dan moet hij een goede roedel zijn en dat is hij niet. Echt niet. Als ik nog fatsoenlijk had kunnen lopen, had ik naar buiten toe kunnen gaan. En had ik gezegd, meneer, u doet het fout. Zo en zo en zo. Want hij houdt hem helemaal fout vast. Ja, dan wil de beestje wel trekken. Maar ja, hij slaat het beestje ook met de riem. En daar ben ik fel tegen. Niet slaan met de riem. Doe het met je mond en gebarentaal. Maar hij die hele riem verkeerd vast. Een paar keer om zijn hand gedraaid. En met de andere hand heeft hij dan nog vast. Niet goed. Nee, echt niet. Ah, koffiewater. Zo, een lekker bakje koffie erbij. En ik moest over 10 minuten moest Karin bellen, dus dat moet ik nog gaan doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder een smakelijk eten. Ja, dat moet ook gedaan worden, hè, eten. Dat ga ik straks ook doen. En dan vanavond weer even een vlog in elkaar. Frunniken. En dan zien we wel weer verder. Ik zou zeggen, geniet van alles. Doei! Ja, ik heb wat lekkers verzonnen. Ik vind het zelf heerlijk. Men neemt bloemkool. Men neemt een paar champignonnetjes. Men neemt een paar sippeltjes, uitjes. En dat pakt men. De bloemkool heet dus natuurlijk al gaar. En dat doe je even apart in een pannetje met een klein beetje boter. Laat je ook even warm worden. En terwijl je dan je champignonnetjes en je sippeltjes bakt. Ook met kruiden natuurlijk. Maakt niet uit waar jij van houdt. Ook wat ik gedaan heb, dat is één zakje kuppensoep smaak curry. Er doorheen gedaan. En het is voortreffelijk. Ja, ik maak dit zeker nog een keer klaar. Ik vind het heerlijk. Dus ja, bon appetit. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes. Ja, ik ga eventjes afsluiten, want het is alweer 23:24. En het is nog steeds wel 22 oktober. Maar we gaan sluiten, zodat ik de vlog in elkaar kan zetten. En dan, ja, genieten van de nachtrust allemaal, hè. Ja, zeker. Dat ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen, gezond weer op, God zegen en graag tot aan de andere kant van de nacht.